Bulent en Daniela hebben twee kinderen, een zoon en een dochter. Vermoedelijk hebben ze alle vier de Duitse nationaliteit. Daniela gaat scheiden en heeft een nieuw vriendje. Bulent wil dit niet accepteren. Hij stalkt en treitert haar. De twee ruzien ook in de avond van 12 maart 2013. Daarna verdwijnt Daniela. Vermoedelijk is ze door haar ex-vriendje gewurgd, in een tapijt gewikkeld en naar de ondergrondse garage gebracht. Een vriendin meldt haar als vermist op 18 maart. Terwijl vrienden en de politie haar zoeken, ruimt Bulent het appartement op en vraagt de voogdij over de twee kinderen aan. Bulent is een werkloze elektricien en wordt op 27 maart in het ouderlijk huis gearresteerd. Hij wordt in hechtenis genomen. Hoewel het lichaam nog steeds vermist is, wordt hij beschuldigd van moord. Pas 14 maanden later vindt de politie het lichaam na een anonieme schriftelijke aanwijzing. Ze was naakt in een bos gelegd. Het lijk wordt geïdentificeerd aan de hand van de gebitsgegevens, later aan de hand van DNA-analyse. De kinderen staan onder de hoede van de jeugdzorg. Daniella's ouders wonen in Slowakije en hebben de voogdijschap aangevraagd. In mei 2015 wordt Bulent door de regionale rechtbank van München veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De bijzondere ernst van de schuld wordt niet bepaald. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraag. Abonneer je op ons kanaal onderzoek eerst